Op dit YouTube-kanaal hebben we het vooral over geld verdienen. En dan is beleggen daar één manier van. Vaak een makkelijke manier waar je alleen geld voor nodig hebt en niet zo heel veel tijd. En op die manier met beleggen door aandelen te kopen kun je vermogen opbouwen. Kun je geld verdienen wanneer je aandelen in waarde toenemen. Moet je natuurlijk wel voor zorgen dat je de juiste aandelen kiest. En niet geld stopt in aandelen die juist minder waard worden. En daarom gaan we in deze video wederom naar Nikola kijken. Een aandeel dat ik de laatste maanden al vaker heb besproken. Maar de laatste weken is er weer veel nieuws. En er is mogelijk zelfs sprake van fraude bij dit aandeel. En ik weet dat een gedeelte van mijn kijkers, mijn volgers, aandelen in Nikola heeft. Maar ook als je geen aandelen in Nikola hebt, is dit toch waarschijnlijk een interessante video. Want door juist dit aandeel en het nieuws te gaan bespreken, wil ik je eigenlijk laten nadenken over de aandelen die jij hebt. Vooral aandelen de laatste tijd, zeker rondom elektrische voertuigen, zijn vaak erg gehyped. Want elk ander bedrijf is de volgende Tesla. Dus de prijzen staan vaak niet in verhouding. En dus juist door het nieuws van Nikola te bespreken, hoop ik dat je nagedenkt over je eigen aandeel. Kijkt of dit een vergelijkbaar iets is wat ook bij jouw aandeel speelt of juist totaal niet. Om eigenlijk zeker ervan te zijn dat jij wel het juiste aandeel hebt gekozen dat op lange termijn wel geld op gaat leveren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Een kanaal waar we twee keer in de week een video maken en gaan kijken naar onderwerpen rondom persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Vandaag gaan we dus kijken naar het aandeel Nikola. En dan beginnen we met het onderwerp: wat is Nikola en hoe ging de beursgang eigenlijk van Nikola? Nou, Nikola is opgericht in 2016 met het idee om de transportindustrie te veranderen. Het idee was ten eerste waterstof, maar ook elektrische voertuigen. Eigenlijk al direct bij de oprichting kon je al een pre-order plaatsen voor de Nikola One. En als ik nu het persbericht lees, dan valt me ten eerste iets op. Nou, waterstof voor de eerste miljoen mijl, die krijg je in principe cadeau. En dat wordt gecompenseerd, of dat compenseert dus eigenlijk de maandelijkse lease die je bij deze vrachtwagen betaalt van zo'n $5000 per maand. De aanbetaling was op dat moment $1500 om in ieder geval een pre-order te kunnen plaatsen. En eigenlijk samen met die vrachtwagen was er ook al meteen direct de Nikola Zero te bestellen. Een UTV, een utility vehicle. Een aanbetaling daar was $750. En dus eigenlijk meteen bij het bekendmaken, bij het oprichten van dit bedrijf, waren er al verschillende producten die zichtbaar waren in de vorm van 3D renderings. Die mensen ook direct konden bestellen. Nou, dat hebben mensen blijkbaar, of bedrijven in ieder geval, de eerste maand volop gedaan. Want na een maand kwam Nikola met het nieuwsbericht dat ze al ter waarde van $2,3 miljard aan omzet in pre-orders hadden zitten. Dat zijn dus niet de bedragen die mensen hebben betaald aan een pre-order, maar de waarde van als ze die pre-order ook omzetten in een order en dus uiteindelijk een vrachtwagen gaan kopen van $300,000 tot $400,000 in dit geval. En ze hadden op dat moment dus een orderboek van meer dan $2 miljard. Maar eigenlijk meer dan wat tekeningen en ideeën hadden ze nog niet. Ze hadden nog geen idee van wanneer deze producten uitkwamen. Ze hadden nog geen productiecapaciteit om ze überhaupt te gaan maken. Maar alles was dus gebaseerd op die 3D tekeningen en op hun verkoopverhaal. En dat hebben ze eigenlijk van 2016 tot 2020 volgehouden. Telkens nieuwe ideeën en op die manier zorgen dat mensen in ieder geval een pre-order plaatsen, dat bedrijven een pre-order plaatsen, af en toe een nieuwsbericht naar buiten. Ook af en toe hebben ze daardoor investeerders gevonden, want ze zagen natuurlijk wel, er is interesse in het merk, er is interesse in de producten. Dus we zien het orderboek oplopen, dat vinden investeerders interessant, dus zij stoppen er verder geld in. En enkele maanden geleden ging Nikola dan ook naar de beurs, niet met een normale beursgang, maar met een reverse merger geloof ik dat ze het noemen. Dan neem je in principe een leeg bedrijf met een beursnotering over en dat ga je dan ombouwen naar je eigen beursnotering. Dat is vaak wat makkelijker, wat sneller dan zelf een beursgang willen aanvragen, willen regelen. En ik denk juist dat die snelheid van belang was, want ze wilden zo snel mogelijk naar de beurs om geld op te halen. We zagen eerder dit jaar al, rondom corona ging heel veel geld, wilde een andere kant op. Bijvoorbeeld richting techbedrijven, bedrijven zoals Tesla. Tesla heeft eerder dit jaar regelmatig hun all-time high gevestigd. En daar wilde natuurlijk een bedrijf zoals Nikola van profiteren. Zij zagen dat er heel veel geld interesse had om ergens geïnvesteerd te worden, juist in die elektrische voertuigen. En zij hoopten dat op deze snelle beursgang daarvan mee te kunnen profiteren. En dat is ze dan ook zeker wel gelukt in de eerste periode na die beursgang. Want gaan we juist naar de koers kijken van de afgelopen maanden, nou, dan zien we dat het ergens in mei werd het aangekondigd. Toen ging het al iets omhoog, de koers. Was het dus nog geen Nikola, maar was het Facto IQ. En pas ergens zo iets na 20 juni zo te zien,
was de echte beursgang en schoot het aandeel uiteindelijk ook zo naar meer dan 90, zelfs $94 bijna op een bepaald moment. En inmiddels zien we alweer dat het af is genomen, ook af en toe weer een stijging, gevolgd door een daling. En zo wisselt het een beetje af naar rond de $25, $30 op dit moment. Ik had verschillende redenen om niet te gaan investeren in Nikola, want ik heb natuurlijk dit bedrijf van tevoren, zag ik het ook al, aangekondigd worden en dat soort dingen. Maar ik heb dus besloten om dat niet te doen. Niet omdat ik geen interesse heb in deze sector. Ik heb juist heel veel interesse in deze sector, zoals jullie weten. Tesla is nog steeds mijn grootste positie. Dat was toen al en dat is inmiddels met 165 aandelen nog steeds zo. Dus ik vind het zeker interessant. Ik vond alleen Nikola niet interessant. Dat had een paar redenen die ik ook in de video van 10 juni heb besproken. En ik zal de link naar die video hier even in de hoek plaatsen. Daar bespreek ik eigenlijk alles. Laat ik nu even korter op ingaan. Nou, ten eerste, zoals ik eerder al zei, alles is eigenlijk nog steeds, ook in 2020, was gebaseerd op 3D-tekeningen en op verkooppraatjes. We hebben eigenlijk nog niks bewezen gezien dat ze ook echt dit ding in productie konden brengen. Want het is natuurlijk het ene verhaal dat je een prototype maakt. Maar juist een prototype opschalen naar een echte productie, dat is een heel ander verhaal. En op dat moment was zeker Nikola nog niet in die fase eigenlijk van hun productie. Die productie zou eigenlijk pas echt op gaan komen in 2022. Dus je moest nog 2 jaar lang wachten. Heel veel aankondigingen. Maar ja, ook daar in die periode kan heel veel veranderen. Als we gaan kijken naar de omzet van het bedrijf zelf. Het afgelopen jaar, 2019, hadden ze nog niet eens €500.000 aan omzet. Ze hadden juist wel heel veel kosten. Kosten is op zich niet zo erg, want ten eerste, ze hadden het geld daarvoor. Want ze moesten natuurlijk investeren en dan zijn kosten helemaal niet erg. Maar vaak wil je wel zorgen dat er in ieder geval omzet tegenover staat. En uiteindelijk hoop je dat om te zetten, dat die kosten lager worden en dat de omzet stijgt. Maar ja, bij een beursnotering, toen ze naar de beurs gingen, bij de beursgang, werden ze gewaardeerd op 3 miljard. Terwijl de omzet toen dus nog geen €500.000 was, vond ik al een beetje te overdreven, laten we het noemen. Maar een van de belangrijkste redenen waarom ik niet erin heb geïnvesteerd is juist het management. En het management was toen vooral diegene die we zagen, de CEO nog voor de beursgang, Trevor Milton. En die had eigenlijk elke dag wel een ander verhaal. Het zat niet echt een echt goed verhaal in, wat continu hetzelfde bleef, een echt plan. Maar elke dag zei hij wel weer iets anders. Hele rare uitspraken trouwens ook, waarvan degene me is bijgebleven van: not many people can outsmart Elon, but I'm one of them. Nou, je hoeft misschien niet zo heel veel te hebben met Elon Musk, maar waarschijnlijk is het wel zo dat hij wel echt een genie is. Hij heeft echt een hoog IQ, hij weet heel veel. En om dan als Trevor Milton zijnde te zeggen van: Elon Musk is slim en niet veel mensen zijn slimmer dan hem, maar ik ben er één van. Ja, dat vind ik al in ieder geval een gewaagde uitspraak, laat ik het zo noemen. Zeker als je dat gaat vergelijken met andere uitspraken die hij deed. Eerst zei hij: we gaan helemaal op waterstof richten, op onze vrachtwagen, de Nikola One, want wij zijn de beste in waterstof en dat is de toekomst. Dan zien we in één keer dat het sentiment een beetje verandert. Elektrische voertuigen zijn heel erg populair, met de Model Y bijvoorbeeld. Dus dan zegt Nikola in één keer: oh, we gaan nu toch eerst een elektrisch voertuig bouwen. Want ook met elektrische voertuigen lopen we ver vooruit op de concurrentie. Concurrentie zoals Tesla. Wij hebben veel betere batterijen. Dus we gaan eerst die type auto's juist weer bouwen op de korte termijn. Nou, later verandert ook hetgene hoe ze het gaan produceren. Eerst was hun idee, net zoals Tesla, om eigenlijk alle stappen in huis te houden. Dat je eigenlijk alles onder controle hebt, juist omdat je al die techniek hebt, al die dingen waar je voorop loopt op de rest. Uiteindelijk verandert daar ook het verhaal. Niet langer gaan ze alles zelf doen, maar ze gaan juist partners zoeken die alles voor hun kunnen doen. Dus gebruik maken van de techniek van die partners. Dat op zich best raar is als je maand van tevoren noemt dat jij de beste bent in waterstof, dat jij de beste accutechniek hebt, nog beter dan die van Tesla. En juist een tijdje later dus in één keer van andere bedrijven, die waarschijnlijk dus mindere techniek hebben, juist daar gebruik van gaat maken. En vooral dat was dus voor mij de reden om niet in Nikola te investeren. Omdat je eigenlijk vooral bij een start-up wil je kijken naar: wat is het management? Wie zijn die mensen? Welk plan hebben ze? En hoe gaan ze dit plan uitvoeren? Nou, als het plan al iedere keer wijzigt, hoe kun je dan uiteindelijk inschatten wat de uitvoering daarvan kan gaan worden? Dus dat is een grote onzekerheid en daarom ben ik dus ook niet ingestapt in het aandeel. Achteraf gezien was dat niet eens heel slecht. Ja, tuurlijk, je had die eerste stap mee willen maken naar boven de $90, maar ik denk dat ik dat al gemist zou hebben. En uiteindelijk zien we een dalende lijn. Eigenlijk een dalende lijn tot we in één keer een piek zagen een paar weken geleden. Want toen werd in één keer de deal met GM, met General Motors, bekend. En dat was 8 september dat bekend werd. En GM zou dan uiteindelijk de Nikola Badger gaan ontwikkelen en bouwen. En de verkoop staat gepland voor 2022. Gaan we verder kijken, dan zien we dat General Motors GM dus
11% van de aandelen krijgt. Aandelen van Nikola dus, ter waarde van 2 miljard dollar. En die aandelen zijn eigenlijk ook nog eens extra uitgebracht. Dus het heeft Nikola niets gekost om dat uit te delen. Nikola maakt dan dus juist, zoals gezegd, gebruik van de batterijtechniek van GM. Wat op zich wel raar is. Terwijl ze eerst zei dat ze zelf de beste waren, zoals ik eerder al zei. Dus ook daar gaan ze dus niet zelf hun techniek gebruiken, maar juist de techniek van General Motors. En Nikola gaat ook nog eens de fabriek neerzetten van GM, waar die Badger gebouwd kan worden. GM krijgt dus eigenlijk een fabriek cadeau, een productiecapaciteit die eigenlijk normaal 700 miljoen dollar had gekost. En juist omdat deze elektrische voertuigen worden gebouwd, daar heb je altijd te maken met emissierechten. Nou, daar heeft dan GM weer recht op 80% die ze dus kunnen gebruiken omdat ze zelf vervuilende auto's maken. Dus dat compenseert ook nog heel erg. En zo zie je dus eigenlijk, het ziet er heel erg interessant uit dat een klein bedrijf zoals Nikola in één keer een samenwerking heeft met een groot bedrijf zoals General Motors, een van de grote autoproducenten van Amerika. Maar als je wat verder gaat kijken, is dat eigenlijk een heel rare deal. Of in ieder geval niet zo heel raar dat GM hem gemaakt heeft, maar juist wel dat Nikola hem gemaakt heeft. Want GM heeft eigenlijk geen risico. Het krijgt gewoon eigenlijk 2 miljard of meer dan 2 miljard eigenlijk, als je de fabriek ermee bij gaat tellen, gewoon cadeau. Juist om die auto voor Nikola te maken. Want Nikola was vooral op zoek naar een partner die met hun samen kon werken, die samen wilde werken. En GM wil waarschijnlijk vanuit marketing oogpunt graag samenwerken met Nikola, want Nikola is gewoon heel erg populair. Heel veel in het nieuws, hele leuke auto's in ieder geval op de tekeningen. En daar reageerde de koers dus ook natuurlijk positief op. De koers van Nikola ging geloof ik met bijna 50% omhoog. Met de koers van GM schoot met 8% omhoog. Dus dat waren de positieve momenten. Zometeen wat minder positieve momenten. Maar voordat we daarna gaan kijken wil ik je vragen. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Want dat helpt het YouTube-kanaal. Maar dan weet ik ook welke onderwerpen jullie leuk vinden. Dat ik meer van dit soort video's kan maken. En wil je zelf nog meer views zien? Maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zoals gezegd, dat waren de goede tijden van Nikola. Op de laatste 2 weken zijn er wat slechtere momenten. Slechter nieuws rondom Nikola. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het onderzoek van Hindenburg Research. Want op 10 september komt Hindenburg eigenlijk met een vernietigend onderzoek omtrent Nikola. En dan moet je ten eerste wel weten, Hindenburg Research is een shortseller. Dus zij zitten volop het aandeel Nikola. En met dit onderzoek willen ze het eigenlijk onderuit halen. Ze willen fraude aantonen. En juist daardoor zal de koers dus dalen. En op het moment dat de koers daalt van Nikola, profiteert Hindenburg Research dus. Dus kijk altijd naar dit soort dingen van, als iemand iets roept, welk belang heeft hij erbij? Nou, laten we zeggen dat het hier wel heel erg duidelijk is. Hoe lager de koers, hoe beter het is voor Hindenburg. En het is een heel erg uitgebreid onderzoek met tientallen claims die ze hebben gedaan. Dus ga zeker even kijken op de website van Hindenburg. Ik zal een link plaatsen onder deze video. Heel mooi om te zien hoe een bedrijf bepaalde dingen uitzoekt. Wat ze hebben uitgezocht, daar kun je misschien zelf ook iets van leren. En juist punten ontdekken die je misschien wel uit moet zoeken voor jezelf als je een aandeel gaat bekijken. Nou, enkele claims die bijvoorbeeld Hindenburg had gedaan is dat die Nikola One, daar was een promotiefilmpje van. En dat daar de auto, of de vrachtauto, niet zelf reed, maar eigenlijk van een berg afrolde. Ze hadden hem gewoon naar de top van een berg gerold, gesleept. Daar hadden ze hem losgelaten en eigenlijk door de zwaartekracht reed die auto in dat filmpje. Hij reed dus niet, hij bewoog trouwens. En aan de andere kant zagen we ook foto's van de Nikola One, wederom die vrachtwagen. En dan zien we eigenlijk een bepaald onderdeel wat niet door Nikola zelf wordt gemaakt, maar waarvan ze wel roepen dat alles aan die auto door hun zelf wordt gemaakt. Dus dat is een beetje een tegenstrijdig verhaal. Trevor Milton roept dan meteen via Twitter dat hij het direct gaat uitzoeken, alles wil gaan weerleggen en dat over een paar uur een reactie krijgen. Die paar uur wordt de ochtend erop wordt de avond erop. En zo duurt het eigenlijk een tijdje en tegen de tijd dat ze iets gaan bekendmaken is er eigenlijk heel weinig wat ze kunnen weerleggen. Ze zeggen alleen dat ze het er niet mee eens zijn. Maar ja, dat is natuurlijk met die tientallen claims die gedaan worden. Ja, dat is niet echt het antwoord wat je had verwacht van Nikola. En uiteindelijk een paar dagen later komen ze dan met een verklaring. Onder andere op die 2 claims die we zojuist hebben besproken. Dat de auto dus niet zelf zou rijden. Nou, daarop zeggen ze dat ze nooit hebben beweerd dat die zelf uit eigen beweging zou bewegen. Maar dat die dus, dat je het verkeerd hebt ingeschat. Als je het filmpje kijkt en je ziet een auto bewegen, wil niet zeggen dat die op eigen initiatief rijdt. Terwijl je dat eigenlijk wel zou verwachten bij dat soort filmpjes, maar oké.
En bij het andere claim, dat met die inverter was het geloof ik, in die vrachtwagen, daar zeiden ze van, ja, maar dit is het prototype. Toen hadden we onze eigen onderdelen nog niet klaar, dus hebben we producten van andere producenten gebruikt. Maar we zijn volop bezig, we zijn ook weer hier de beste in inverters. We gaan er de beste dingen maken, alleen die zitten nog niet in ons prototype, terwijl juist een prototype iets is dat je wilt laten zien wat je zelf ontwikkeld hebt, wat je zelf hebt neergezet. En als je daar gebruik van maakt van producten van andere bedrijven, zeg dat dan gewoon, lijkt mij tenminste. En in de dagen daarna wordt er dus uiteindelijk onderzoek gedaan naar Nikola. Ten eerste door de SEC, de beurscommissie eigenlijk van uit Amerika. Nou, Nikola zelf zegt dat zij juist de SEC hebben ingeschakeld, omdat ze eigenlijk worden aangevallen, dat ze frauderen, dat dat niet het geval is. Dat kan ook een methode zijn vanuit Nikola, door te zeggen van, we hebben het zelf aangegeven bij de SEC, dus we weten dat we onderzocht worden, maar dat is op ons eigen initiatief. Ik denk juist eerder dat het misschien allebei de kant op gaat, dat Nikola het heeft aangegeven bij de SEC, omdat zij het onterecht vinden, maar dat de SEC of Hindenburg het eigenlijk heeft gedaan, juist omdat ze Nikola verdenken van fraude. En ook enkele dagen later werd bekend dat de Justice Department of de Department of Justice ook onderzoek gaat doen naar Nikola, juist omdat ze mogelijk dus eigenlijk gefraudeerd hebben door beleggers, investeerders, verkeerde informatie te geven, die daarop eigenlijk geld hebben geïnvesteerd op valse voorwendselen. En dan komt afgelopen weekend het nieuws rondom Trevor Milton. Hij zou zijn functie als adviseur inmiddels nog vrijwillig hebben neergelegd. Nou, ik vraag me af hoe vrijwillig dat is. Ik denk vooral dat het vanuit het bedrijf is gekomen, dat ze nu onderzocht worden, dat bijvoorbeeld een advocaat zegt van, hou je gedijst of neem even je afstand van het bedrijf, dat is beter voor het bedrijf. Dat is waarschijnlijk wat er gebeurd is, maar lijkt me zeker niet op vrijwillige basis. En ook dat was trouwens apart rondom Trevor Milton. Hij is altijd CEO geweest van het bedrijf, want hij heeft het bedrijf opgericht tot aan de beursgang. Toen zei hij, nu ga ik het stokje overdragen aan iemand anders. Terwijl je juist zou denken van, ja, dit is het belangrijkste moment voor het bedrijf. Hier heb je altijd voor gewerkt. Nu kun je werken aan die toekomst. Gaat hij in één keer een andere rol aannemen als adviseur in plaats van als CEO? En hij zei ook toen nog van, ja, nu zijn de mensen op deze functie verantwoordelijk voor de toekomst. Leek het een beetje al alsof hij wat schuld van zich af wilde schuiven op dat moment. En toen was hij dus geen CEO meer, maar adviseur. En binnen enkele weken, maanden is hij in één keer ook geen adviseur meer voor het bedrijf. En zoals ik eerder al zei, is een management heel erg belangrijk voor bedrijven. Zeker voor kleinere bedrijven, start-ups. Want nu moet de management dus heel veel tijd en focus gaan richten op deze fraude aanklachten die ze eigenlijk hebben. Dat wil je niet als bedrijf. Je wil focus op de toekomst. En nu kun je die energie en die focus niet geven. Dus dat gaat ten koste van je bedrijf. En komen we daarbij bij de samenvatting van deze video. En eigenlijk samen te vatten van, wat hebben we hier nou geleerd? En wat kunnen we toepassen ook als we geen Nikola aandelen hebben, maar misschien wel aandelen van andere bedrijven, van andere start-ups. Ten eerste is dat de beursgang. Nou, vooral in dit soort gevallen, waarbij ze eigenlijk een bedrijf overnemen dat al een beursnotering heeft, moet je heel erg opletten. Want natuurlijk, in alle gevallen bij een beursgang wil het bedrijf zoveel mogelijk geld ophalen. Dat is het beste voor het bedrijf. Maar dat wil zeggen dat ze vaak een hoge koers hebben. En dat is dus juist niet wat beleggers willen. Dus eigenlijk bij een beursgang zijn de belangen van het bedrijf en de beleggers sowieso al een beetje tegenstrijdig. Maar zeker bij deze reverse mergers, ja, willen ze zo snel mogelijk naar de beurs, juist profiteren van al het geld, van het sentiment. Dat geeft al een beetje aan dat het misschien niet de juiste koers is, niet het juiste begin is, lijkt mij in ieder geval. Neemt in ieder geval extra risico met zich mee bij een beursgang. In het geval van dat je wilt investeren in een start-up, kijk dan niet alleen naar de plannen, naar wat het bedrijf roept, want iedereen kan een verkooppraatje maken, een folder in elkaar zetten, een mooie 3D-rendering maken, dat is tegenwoordig niet meer zo moeilijk. Ik heb daar laatst ook nog over gesproken, bijvoorbeeld bij die vergelijking van elektrische voertuigen, waarom ik juist een voorkeur had naar Arcimoto of NIO. Dat zijn bedrijven die al omzet hebben, die al flink wat producten maken, dus ze hebben al opgeschaald. Ze zijn niet alleen in het idee of bij het prototype, ze zitten al in een volgende fase en juist dat is heel erg belangrijk. Dus kijk niet alleen naar de plannen, maar ga net een beetje verder kijken naar wie zijn de mensen, hoe kunnen zij deze plannen echt tot uitvoering brengen. Zegt het bedrijf elke week hetzelfde of net zoals bij Nikola zeggen ze de ene week dit en de andere week dat. Daarnaast vind ik het ook altijd belangrijk en interessant ook om juist naar de andere kant van het verhaal te luisteren. Dus ben jij voor Nikola, ga dan juist luisteren of kijken wat Hindenburg in dit geval roept in dit onderzoek. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar dan heb je wel die kant van het verhaal gehoord. Waarom denken zij zo? En juist door mensen die voor en tegen aan te horen, daar je eigen mening op te baseren, dat kan heel erg helpen. Dat heb ik ook vaak gedaan met aandelen.
als je alleen maar gaat letten op de goede dingen, dan wil je eigenlijk vaak de slechte dingen niet horen. Vergeet je misschien wel een heel belangrijk iets. Dus luister zowel naar voor- als tegenstanders om een goed oordeel te volgen. En natuurlijk mag je nog steeds naderhand voorstander zijn, maar heb je in ieder geval wel geluisterd naar de tegenstanders. Maar wat heel belangrijk is, is vooral doe dat extra beetje moeite. Investeer net die extra tijd in het onderzoek voordat je een aandeel koopt. Want regelmatig rondom dit soort nieuwsberichten plaats ik dan ook screenshots op mijn Instagram. En bijna altijd de vraag krijg ik wanneer er een koersdaling laat zien van is dit dan het moment om te kopen? Maakt niet uit of ik dan van tevoren of daarbij vertel dat er gefraudeerd wordt. Of in ieder geval dat ze verdacht worden van fraude. Dat wil zeggen dat daardoor de koers reageert. Maar dat wil dus niet zeggen omdat de koers nu lager is dat dat het juiste moment is in te investeren. Als je gaat zoeken van waarom is die koers zo laag, dan ga je jezelf wel afvragen van wil ik wel investeren in een bedrijf wat verdacht wordt van fraude. Dus neem altijd net dat extra beetje onderzoek. Ga net die extra tijd investeren. Kijk niet alleen naar het nieuwsbericht. Kijk vooral ook niet alleen naar de koers. Maar combineer alles. Doe die extra moeite voordat je een aankoop doet. Dus denk logisch na. Neem ook de tijd om na te denken. En ga op zoek naar informatie. Heel veel informatie kun je gewoon vinden op YouTube. Heel veel Engelstalige kanalen zullen dit vast bespreken. En wordt het daar niet besproken of ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan in onze eigen community, onze Discord server bijvoorbeeld. Ook daar zal ik een link plaatsen onder deze video. Daar zijn we met heel veel mensen actief. En zullen vast wel andere mensen een mening hebben of andere informatie hebben. Maar doe dus dat kleine beetje extra moeite. Want dat kleine beetje extra tijd dat je nu investeert, kan juist heel veel problemen besparen eigenlijk op de lange termijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je wat hebt geleerd, ook als je geen aandelen van Nicola hebt. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen ik vaker moet bespreken. Maar je helpt ook zeker het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je nou nog zelf meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ongeveer 50% van mijn kijkers is nog geen abonnee van dit kanaal. Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen waar je meer over wilt zien? Klik dan onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.